Kickstarter zag. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering en welkom bij alweer een nieuwe Command Block tutorial. Vandaag ga ik jullie iets super cools laten zien. Vandaag ga ik jullie namelijk laten zien, zoals jullie waarschijnlijk al in de titel hebben gezien, hoe je een Fortnite Impulse Grenade namaakt in Minecraft. Ik vind die dingen echt super grappig als ik Fortnite speel. Het is gewoon kei grappig om daar mensen dik mee te trollen met zo'n Impulse Grenades. Dus daarom dacht ik, weet je wat, is zoiets ook mogelijk in Minecraft? En dan zit je, als je daarmee begint, met een heel erg groot probleem. Namelijk, je moet op de een of andere manier gaan bepalen waar ten opzichte van de speler die zich bevindt. Want stel, ik pak even een blok. Stel, dit steenblok is de Impulse Grenade. Die wordt gegooid. Nou, die komt hier terecht. Dan maak ik nog altijd, als ik hier sta, moet ik namelijk die kant op gelanceerd worden. Maar als ik hier sta, moet ik die kant op gelanceerd worden. Dus dat maakt nogal wat uit. En dat was een probleem waar ik heel erg mee zat. En ik heb het niet op zijn perfects kunnen oplossen. Dat zou met een plugin heel makkelijk gaan. Maar ja, hè, ik deed dus met Commandbox, dan kan iedereen het doen. Maar ik heb het nu dus, het is opgelost. Het werkt. Het systeem werkt in 12 richtingen, zoals je hier ziet. Dit was mijn testzone. Deze 12 richtingen werkt het systeem op. Dus het is zo. Dan ja, je ziet het. In alle 12 die richtingen werkt dat perfect. Nou, er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Het systeem is niet smooth, omdat het 1.13 is. Er zijn nog een aantal bugs in 1.13 die nog moeten opgelost in hun code dingen volgens mij. Dus het is niet zo goed als een 1.12. Daar heb ik ook wel eens dingen in gemaakt waar spelers werden gelanceerd. Dat is een stuk smoother. Maar dat is wel weer een voordeel. Want eerder als we een speler lanceerden. Regen, ga weg. Eerder als ik een speler lanceerde. Zoals bij mijn in één command launchpad video. Daar heb je het probleem dat de speler niet een andere kant op kan kijken als die gelanceerd wordt. Nou, dat kan hier dus wel omdat we in 1.13 zitten. Het zijn superveel commands, dus ik ga jullie absoluut niet uitleggen hoe je dit allemaal maakt. Of ja, ik ga het wel uitleggen. Ik ga niet commandblok voor commandblok uitleggen hoe je alles maakt. Zo moet ik het zeggen. Want dat duurt gewoon een half uur of zo. Dan zijn we echt nog lang niet klaar. Zeker omdat al die commands hierin staan echt heel erg lang zijn. Neem nou deze hier. Dit zijn gewoon enorm lange commands. En deze zijn zelfs nog langer. Het zijn gewoon hele lange commands. En die kan ik niet allemaal uit gaan leggen. Maar ik ga jullie wel een linkje in de beschrijving geven. Waar jullie alle commands perfect kunnen zien. En ik ga jullie dadelijk laten zien hoe je die commands daar kunt gebruiken. Zodat het systeem gaat werken. Nou, eerst ga ik even jullie laten zien, waar jullie natuurlijk allemaal op gewacht hebben, hoe dit ding nou eigenlijk werkt. Nou, ik heb het met een snowball gedaan. Wanneer iemand een snowball gooit, dan zie je die snowball gaan. En waar die neerkomt, daar komt een impulse grenade. In principe een actie die na 1 seconde geactiveerd wordt. Nou, ik zit hier niet op een multiplayer server. Dus ik kan het niet op andere mensen laten zien. Dat is misschien wel een beetje jammer. Maar alleen werkt... Jemig, wat gebeurde daar? Ik gooide er volgens mij per ongeluk heen. Alleen werkt het ook gewoon. Ik zal hem even... ik moet even een plat stuk landschap zoeken. Dat is eigenlijk het best. Ik ga wel hier op deze boom staan. Ik gooi hem maar hier voor me. En dan zie je. Oké, let op. Zo. Oké, en ik word weggeïmpuls. Nou, je moet het even een paar keer zelf doen voordat je een beetje in de gaten hebt hoe het systeem werkt. Ik gooi hem hier zo. En ik word meteen weggeïmpuls. Als je tegen een boom aanknalt, dan catch je daar tegen af. Dus dan word je wel zo weggelanceerd. Maar je ziet dus, het werkt wel best goed. Alleen het is dus wat ik net ook al zei, het is een beetje hakkelig. Het enige voordeel is wel, je kunt nu wel gewoon zelf rondkijken terwijl je weg aan het vliegen bent. Ik heb eerlijk gezegd, dat heel gek, maar ik heb nog niet geprobeerd wat er in survival gebeurt. Ik denk dat hij niet veel fall damage krijgt, eerlijk gezegd. Oh. Oké, dit zijn impulse grenades die ook meteen andere mensen doodmaken. Dat kan super chill zijn. Dus je hebt hier een nieuw wapen voor in je Minecraft wereld. Wat een lijk ineens weer, jongens. Holy moly. Oké, maar je hebt dus een nieuw wapen voor in je Minecraft wereld. Waarmee je andere mensen finaal naar de Filistijnen kunt helpen. Dus super lol. Je kunt nu mensen doodmaken met zo'n impulse grenades als je dit ding namaakt. Oh kijk, nu zijn we weer bij mijn oude sneeuwballen. Zo, dus je kunt er echt, het is super leuk om er wat mee around te playen. Gewoon om wat dingetjes te doen. En je kunt dit dus ook samen met je vrienden doen. En het werkt ook op elkaar als het goed is. Ik heb het niet getest. Maar als het goed is zou het wel moeten werken op andere mensen. Waardoor je elkaar dus lekker kunt lanceren. En nou, ik raad het aan om het te doen, want het lijkt me echt super grappig. Maar ik ga jullie nu gewoon een beetje uitleggen hoe dit hele fantastische apparaat in elkaar zit. Nou, we gaan gewoon vooraf aan beginnen.
Weet je wat, dat gaan we dadelijk even aan. Kijk, wacht, ik leg eerst op de basis uit hoe het allemaal werkt. Je hebt hier heel veel rijen met command blocks. Nou, deze, even kijken, moet ik even goed zeggen. Deze linker toren hier, die moest één blok hier eronder. Die moest ik eronder zetten, anders dan werkt het niet meer. Maar die, wat die doet, die bepaalt de rotatie van de speler ten opzichte van de armor stand. Dus wat hij in principe doet, die heeft een armor stand. Dus ik zal hem even iets groter uittekenen met wol. Zo, wool, wool, even 2-3 kleuren wol of zo, zo. En voor de armor stand hier zo, dit is de armor stand. De gele wol, dit is waar de armor stand staat. En wat hij doet, die verdeelt het gebied in 12 zones. Dus de eerste zone, die ziet er ongeveer zo uit. De tweede zone, die ziet er ongeveer zo uit. Zo, moet ik goed kijken wat ik doe. De derde zone, die ziet er ongeveer zo uit. Zoiets. En de vierde zone, die ziet er weer zo uit. Zo. En de vijfde zone daarop ziet er dan weer zo uit. Zo. En de zesde zone ziet er dan weer nou, zo uit. Iets in deze richting is het ongeveer. En dan die zone hierop ziet er dan weer zo uit. En dan het hele rondje langs. En wat hij doet, die pakt telkens... pakt die... de hoogste zone volgens mij. Ik zou eerlijk gezegd... hij pakt hem vanaf hier. Dus als de speler in het blauwe gebied staat, dan pakt hij dat eerst, als ik het goed heb. Wacht, we kunnen het even kijken. Hij pakt eerst, even kijken, hij pakt eerst deze... Ja, oké, dus hij pakt eerst dit gebied hier, en dan hier, en dan hier, en dan hier. En die overlapt die over elkaar heen, zodat je een cirkel krijgt die best wel accuraat is op alle gebieden. Het zal niet overal kloppen. Bijvoorbeeld als ik op hier sta, op dit blauwe wolstuk, dan zou ik eigenlijk in het gebied moeten staan van deze. Het zou beter zijn, want dan klopt de lounge beter. Maar je kunt er niet, ik kan er niet gewoon alles maken hiermee. Dus het is wel een beetje lastig. Maar dat kan ik laten zien. Als ik hem hier gooi, bijvoorbeeld hier recht voor me nu. Dan denk ik niet dat ik recht daarheen vlieg. Ik kan het eventjes testen. Zo. Nee, zie je, we vliegen met een schuine hoek deze kant op. En dat is in principe niet zo heel erg. Omdat ik bedoel, het zijn toch impulse grenades. Ze zijn een beetje random. Het maakt niet uit. Maar het is wel irritant. Aan de schuine hoeken werkt het iets beter. Als ik hem deze pak, dan vlieg ik wel de goede kant op. Maar als ik hem recht neerzet, dan werkt het niet zo goed. En daarnaast hebben we nog het probleem dat die gebieden niet helemaal goed kloppen. Dus in Minecraft 1.13 is iets heel raars. Ik weet niet of dat in 1.12 ook al zo is. Zou best kunnen. Maar armor stands registreren die gebieden op sommige punten gewoon heel erg raar. En dat ligt niet aan mij, maar dat ligt gewoon aan Minecraft zelf. Dus dat is een beetje vervelend. Maar... vooruit, hè? Dat kan gebeuren. Dat moeten we gewoon mee werken dan. Dus dat systeem, dat principe gebruikt hij. En dat gebruikt hij om deze hele eerste toren te maken. En daarmee geeft hij de speler een scorebord. Dus een scorebord waarde van groot rotation heb ik die genoemd. En een waarde van 1 tot 12. Dus hier is die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en hier weer 1. Dus dan weet je waar de speler staat ten opzichte van dat ding. Nou... dan hebben we hier de tweede grote toren, dat is deze hier. En wat die doet, die gaat aan de hand van de rotatie en de tijd een armor stand spawnen. En dan moet ik eerst even uitleggen wat de tijd is. De tijd, die houdt bij of de speler in de buurt staat van een impulse ding. Van zeg maar een sneeuwbal die is geland. En als dat zo is, dan gaat de tijd naar 60 toe. En hij kan niet opnieuw registreren... voordat de tijd weer 1 is. En dan is die armor stand al dood. Het klinkt waarschijnlijk snap maar 1 op de 100 mensen van die dit kijken wat ik hier net heb gezegd. Maar het komt erop neer. Wanneer de speler hier staat kunnen er niet 2 armor stands gespawnd worden waar de speler op gelanceerd wordt. Dus er kan, dat systeem zorgt ervoor dat er maar 1 lancering mogelijk is. En niet 2, want dan zou alles helemaal door elkaar heen glitchen. Wat hij dus doet, we zullen eens naar eens van zo'n command kijken. Hier hebben we bijvoorbeeld... dit werkt niet zo goed, ik ga het gewoon uitleggen. Wat hij doet, als ik in dit gebied zit, hier bijvoorbeeld in gebied 1... dan spant hij op mijn locatie een armor stand. Dus die spant hij hier. En die armor stand die geeft hij een motion in die richting. Dus een beweging. En die armor stand noemt hij lounge. Dus de armor stand heet lounge. En die krijgt een motion in die richting. En... wat hier dan nog bovenop zit, dan nog één command block. En wat die doet, die killt de sneeuwbal, zeg maar. Dus die killt de armor stand die de sneeuwbal heeft gespawnd. Ik ga er niet van uit dat veel van jullie dit snappen op de manier hoe ik dit uitleg. Ik denk dat de mensen die wel een beetje goed met command block zijn, die moeten dit kunnen snappen.
als ze naar de commands zelf kijken. Dus dan, dat is wel iets moeilijker. Maar dit is zeker geen makkelijke tutorial. Maar daar gaat het me ook niet om. Het gaat me erom dat jullie hier wat leuke dingen mee kunnen doen. En dan hoeven jullie niet te snappen hoe het werkt. Of waarom het werkt. Als het maar werkt, dan is het goed. Nou, dan pakken we hier nog even één kleine toren. Deze toren, die regelt het systeem dat wanneer de sneeuwbal op de grond valt, dan wordt er een armor stand aangespannen. En die armor stand, die wordt dan een impulse grenade. En hier zitten wat dingen in waar die je tijd bij houdt en een naam verandert. Maar dat hoef je niet te snappen. Als je dat echt graag wil begrijpen, moet je maar naar de commands kijken en kijken of je het daaruit kunt ophalen. En dan hebben we hier nog een paar commandblokjes, deze vier, die een aantal basische dingen bijhouden. Zoals wanneer de sneeuwbal is geland, dan spant hij een armor stand. En, oh, zo, ik werd ineens gelanceerd. Er zitten volgens mij nog wel een paar bugs in blijkbaar, want ik hoorde dan niet gelanceerd te worden. Maar goed, die fix ik zo wel even en dan klopt de versie die in de beschrijving staat met alle commands. Ik ga nu eventjes laten zien hoe dit precies werkt, hoe je mijn commands moet importeren. Dus als ik hier even naar, ik ga even fullscreen afsluiten, zo. Nu zitten we hier zo. En ik zal even dit ding erbij pakken. Deze commands, die ga je allemaal zien op het moment dat je de linkje in de beschrijving volgt. Dan ga je al deze dingen ga je gewoon zien. En dan denk je van, jee meneer, wat moet ik daarmee? Nou, heel simpel. Ieder van deze dingen stelt een rij met torens voor. Behalve deze bovenste drie. Die bovenste drie moet je in het begin even doen. Dus in het begin moet je deze drie commands in de chat typen. Als je begint, typ je gewoon deze, deze en deze. Die typ je allemaal in het begin. Je kunt gewoon alles Ctrl-C en dan Ctrl-V in Minecraft doen. Dus gewoon Ctrl-V. En dan je krijgt een command door dus /give. @p Minecraft command dubbelpunt command underscore blok 1 te doen. En hier kun je dan de command in plakken. Dus bijvoorbeeld deze hier. Hier beginnen we dan mee. Ctrl-C. Dan zet je hierin Ctrl-V. En dan kun je nog niet op done klikken. Dat is iets heel raars. Maar dan moet je één keer op spatie en backspace drukken. En dan kan dat wel. Nou, wat dit voor staat. Hier zie je dus al deze rijtjes stellen een toren voor. Dus dit, hier zie je maar één. Dat komt omdat het maar een toren is van 1 hoog. Dus deze vier commands hier. Dat zijn deze vier commandblocks die hier zo staan. Wat je moet gaan doen. De eerste commandblok van de toren. Die staat altijd bovenaan. Dus dat is de onderste commandblok. Dus bij deze is dat. Deze commandblok is de onderste van deze toren. Daar staat de command in. Die, wacht, dan pakken we even deze, die is makkelijker. Deze commandblok is de onderste van deze toren. Daar staat deze command in scoreboard player set at i rotation 0. En dan gaan we kijken, dat is deze hier. En deze commandblok, dit staat daar dus in. Dus dan kun je dit daarvoor gebruiken. En de onderste commandblok van een toren moet je altijd zetten op always active en repeat. En daar doe je dan Ctrl-V de command in. Zo. Eén keer op spatie, één keer op backspace. Done. Krijg je zo'n blauwe command. Nou, de tweede command gaan we nu selecteren. Dat is deze hele lange hier al. Zo, helemaal selecteren tot aan het begin. Ctrl-C op je toetsenbord. Zo. Spring je hierop. Shift ingedrukt houden. Springen. Nieuwe commandblok plaatsen. Nou, kunnen we hier Ctrl-V doen. Zo. Nu hebben we de hele command neergezet. Spatie, backspace. Always active. En de tweede, derde, vierde. Nou, zeg maar vanaf de tweede commandblok in de hele toren moet je hem op chain zetten. En dan krijg je een groene command. Dus deze staat op repeat. En deze staat op chain. Wel allebei op always active. Dus deze repeat. Deze op chain. En zo doe je dat met iedere vervolgende commandblok van de toren. En bij de nieuwe toren. Dus dan kom je hier aan. Als je deze allemaal erbovenop hebt gezet, krijg je een nieuwe toren. Dan doe je deze. Ctrl-C. Minecraft. Ctrl-V. Always active. Repeat. Dit wordt dan weer een blauwe. En deze hierop, die wordt dan natuurlijk weer gewoon een groene. Zo, dus dan doe je Ctrl-C. Deze zet je hierop. Shift, springen. Zo, Ctrl-V. Always active. Eén keer klikken, chain. Dan wordt die groen. En dan done. En zo doe je dat met alle torens. Alle commands die hierin staan, maak je zeg maar zo'n toren van. De onderste moet een repeat zijn, dus een blauwe commandblok. En alles daarboven moet een groene commandblok zijn. Zie je ook, hier is het repeat. En hier is overal chain, chain, chain. Chain, chain enzovoort. Dus dat kun je hiermee maken. Het is helemaal geen moeilijk karweitje om het te doen. Als je gewoon rustig alles over Ctrl-C, Ctrl-V, dus kopiëren en plakken, dan werkt dat perfect. En dan hoef je er dus verder ook helemaal niks meer aan te doen. Dus als je dat gewoon regelt, dan
dan klopt het allemaal. Dus, ik wens jullie heel veel succes met het maken. Dit zou gewoon moeten lukken. Dit zou gewoon geen enkel probleem moeten veroorzaken. Jullie kunnen dit allemaal als je gewoon alles rustig kopieert en plakt. Dus nou, heel veel succes. Mocht je problemen hebben, ja, stuur die dan maar in de reacties. Maar in principe zouden die problemen er niet moeten zijn. En als je gewoon, ik zeg het gewoon nog een keer. Als je het gewoon goed doet zoals ik net heb uitgelegd, dan lukt het wel. Dus dat komt als het goed is wel goed. Ik ben benieuwd wat jullie ermee gaan doen. Dus gooi je er op een server of zo. Wel, let op dat het geen bucket of spiegeld server is. Want dan kloppen heel veel commands niet meer. Dat is dan iets jammer. Maar gooi het op een normale server. Je kunt zo'n server huren bij Offensive Servers. De linkje zal in de beschrijving staan. Maar dan kun je gewoon lekker met je vrienden. Kun je impulsgrenades gooien. En elkaar een beetje lanceren. Dus vind je nou leuk dat ik zoiets heb nagemaakt van Fortnite? Druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet in de reacties achter te laten wat ik de volgende keer moet gaan uitleggen. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. Vergeet trouwens ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En ja, see you all later.